De unicorns en de dolfijnen. Ja, dat is veel om te doen, hè. Ja, maar nee, wat bedoelen jullie daar dan mee? Ah, geen idee. Hallo, wij zijn Pieter Jan en Jeff en wij hebben geen vrienden. En daarom gaan we elke keer op zoek naar een nieuwe vriend. En in dit geval meerdere nieuwe vrienden. Want deze keer worden we vrienden met... Oh. K3! Ongelooflijk, K3. Voor de mensen die jullie niet zouden kennen, waarvan kunnen de mensen jullie kennen? Van een kippenwit. Van de kipfilet in de supermarkt misschien. Oh, lekker. Ja, ik weet niet of mensen het mee hebben gekregen, maar er was een programma, K2, zo K3 heette dat. En dat heb ik gewonnen en nu zit ik hier. En dan ben ik deel van K3. Kan dat wel een nieuwe K3? Ja. Proficiat daarvoor. Dankjewel. Ja. Maar mensen kennen jullie natuurlijk ook kennen van... De Kiekenkotquiz. De Kiekenkotquiz, ja. Inderdaad. Hoe kijken jullie daarop terug? Dat was vies. Maar dat was echt zo'n dag. Het heeft toen gestort regend. Ja. Wij met die vogels stront op onze kop. Oh. Het is nu niet dat de leukste dag van mijn leven was of zo. Maar ik heb wel goed moeten lachen. Ja, dat wel. Ja. En het zag er ook heel leuk uit. Ja, ja, want, dat wel. Jij zou het ook heel graag een keertje doen. Ja. 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 Maar dan doe dat maar alleen met jullie. Ja. Onze lieve kijkers en onze volgers op Instagram, die hebben allemaal vragen en opdrachten ingestuurd. Om, massaal. Massaal. We zijn gisteren 4 uur bezig geweest met alle vragen te filteren. Dat is wel oprecht. We hebben nog nooit zoveel vragen binnengekregen. Wow. Maar we gaan daar nu de meeste van overlopen. Ja. Met tijd. Oké, de eerste vraag is er eentje voor Hanne. Oh. Want die vraag is van Tim de Kam. En die vraagt... Hanne, wat is jouw volledige naam? Hanne Stefanie Harry Verbrugge. Noemen mensen jou Harry? Harry. En Stefanie, heeft dat dan een speciale betekenis? Dat is de naam van mijn oma. Ik ben van Aalst en de enige ooit vrouwelijke prins carnaval heette ook Stefanie. Is een voorbeeld voor jou? Ongetwijfeld. Ik kan ongeveer even goed zingen. Ja. Verschillende roten, rood elkaar boeren met natte pol. Lars de Weert vraagt, waarom is jullie liefde een waterval? Oh, voor ons is liefde een waterval omdat een waterval over je stroomt. En ja, liefde ook. Het overvalt je. Ik dacht ook de dieper ik instorten. Zoals kan. Kan ook. Dat kan. Dus het, je kan het interpreteren naar gelang de status van je relatie. Dat ja. Ja. De unicorns en de dolfijnen. Ja, dat is veel om te doen, hè. Ja. Zijn we niet allemaal unicorns en dolfijnen? Maar nee, wat bedoelen jullie daar dan mee? Ah, geen idee. Ik heb ook geen idee. Echt geen idee. Marten? Ja, we hebben allemaal wel zo een droom hebben. Oh ja? Oh ja. Gaan jullie dan niet dat... Oké, dus jullie krijgen het liedje te horen en jullie zoiets hebben van... Zeg, wat betekent dat hier? Jawel. Dat had ik. Ik wilde, wat doet dat dan? Maar dat is dichterlijke vrijheid zeker ook wel. En iedereen praat erover, dus het heeft gewerkt. Het heeft wel gewerkt. Wij weten het eigenlijk nog altijd niet, hè? Nee. Stefanie, wat is jouw unieke talent? Wat? Ik kan mijn duim kraken. Oh. Moet ik deze? Ja. Oeh. Ik kan ook wel supergoed iets kraken. Ja. Bijvoorbeeld een flesje Prosecco. Een scheetje, hè. Dat is een serieus scheet. Laat ons stoossen op de vriendschap en op de nieuwe K3. Wat vinden jullie de mooiste waterval van West-Europa? De watervallen van Kool. Ja, is dat ook de enige waterval van West-Europa die je kent? Ja. Maar wij dachten nu, omdat jullie toch wel kenners blijken te zijn van watervallen, dat jullie misschien enkele watervallen zouden kunnen raten. Ja. Oh. En jullie mogen die dan punten geven aan de hand van unicorns of dolfijnen.
De eerste is verkozen tot de mooiste plek ter wereld. Hoeveel unicorns geven jullie deze waterval? Ik vind het wel echt mooi. Ja, ik ook zou het al bijna voor een 4 op 5. Oh joh. Ja, vier, wat kan dan nog een 5 halen? Ja, maar komen nog toppers straffen. Oké, 3 winnen. Oh. Nee, 3 dolfijnen. 3 dolfijnen. Ja, 3 dolfijnen. En 1 unicorn. Ook. Een fijne unicorn. Ja. Oh. Als jullie heel goed kijken, zien jullie achter Plop ook een waterval. Precies, naar boven schuiven. Ja. Ja, het is wat kleiner. Onthoud dat je de maar het is natuurlijk wat je ermee doet, hè, met de waterval. Size doesn't matter. Twee dolfijnen en één unicorn. Ja. Okay, mooi. Oké. Okay. Dat vind ik dat toch wel goed. Ja, dat vindt zij nou wel echt goed. Ja. We geven een 3 unicorns. 3 unicorns. En een halve dolfijn. Mooi. Kijken jullie op regelmatige basis naar de video's van Supercontent? Ik kijk niet op regelmatige basis, maar ik kijk wel af en toe als ik het zie verschijnen. Minder gênant als de meeste mensen. De vorige gasten die kenden ons zelfs niet. Ja, dat was pijnlijk. Hebben jullie dan nog vaak dat jullie mensen tegenkomen die jullie niet kennen? Jij hebt het ooit eens meegemaakt in de bandencentrale? Nee. Ik ja? Ah, ja. Nee, dat mag niet. Meer lapjes. Zijn er nog zo van die momenten dat je zegt, amai, die herkende mij niet, maar die flirt toch een beetje met mij? Ja, dat gebeurt wel eens. Ja? In de bandencentrale. Oh, en dan speelde toen ook nog K3 af. Ik kwam binnen en ik hoor zo... Yeah. En ik zo... Ze draaien hier K3 en ik loop hier nu toevallig ook. En dan ging ik zo vloeistof halen, want dat was voor iets... AdBlue? Of nee, hoe noemt het? AD Blue. Ah ja, ja dat. Die mensen heeft mij geholpen en ik dacht van, die zal mij wel herkennen. Maar naarmate het gesprek viel op dat hij totaal niet wist wie ik was. En ik vond dat heel plezant. En die deed ook een beetje? Hij was wel een beetje flirterig. Wauw! Volgende. Oh! Oh. Ja. 4 unicorns. Ik vind dat wel heel mooi. Ja. 4 ja. Unicorns. Ja. En 0 dolfijnen? 0 dolfijnen. Ja. Vraagje van M-Kids. De M-Kids? Ja, die is blijkbaar een vraag. Wow. Oh. Waarmee kan iemand je altijd een plezier doen? Een glimlach, een goeie dag. Ja, ik vind als je op straat loopt en iemand is zo, goeiedag. Ik vind dat mega sympathiek. Ja? Vroeger deden wij dat ook altijd, maar tegenwoordig is dat toch minder. Bedoel je dan de jaren 70 of 80? Naar welke tijd refereer je? Toch wel een dikke 20 jaar geleden. En wat vind je van Jeff zijn glimlach? Je hebt een heel innemende glimlach. Prachtig. Julia, waar kunnen mensen jou een plezier mee doen? Met mozzarella. Ik hou zo van mozzarella, maar echt gewoon... Ik eet zo'n bal mozzarella gewoon als snack. Je eet dat zo... Beetje van die kleine bolletjes, zeg maar. Je hebt zo van die bakjes. Ja. En dan zitten allemaal van die kleintjes in. Dat eet ik gewoon los als snack. Beetje balsamico dressing eroverheen. Oef. Tomaatjes erbij, jam jam. Dat is wel een verfijnde kant die we hier kennen. Ja. Een klein beetje. Ja, toch. Hè? Nee. Dat is toch weer materiaal voor een tv-blik. Julia, verfijnder dan gedacht. Hanne DB vraagt. Hebben jullie stiekem een crush op Pieter Jan of Chef? Wil je van ons allemaal individueel een antwoord of een K3 antwoord? Denkt K3 niet altijd hetzelfde? Ja, we denken altijd hetzelfde. Ja. Wie vinden ze het knapst? Pieter Jan? Of toch Chef? Jongens, ik ga toch niet uitkomen. Dat vind ik wel. Maar wat is dat dan? Ja, vijf unicorns. Vijf unicorns. En wat dolfijnen, hè? Of doe vier dolfijnen en een half unicorn. Vier dolfijnen en een half unicorn. Nee. Oh! Ja! Dat zijn vijf unicorns. Vijf unicorns. Ja. Dit is toch een beetje triestig. Ja, dat is één dolfijn. Ja, dat is niet jullie ding. Ja. Oh, wauw. Een halve dolfijn. Dat is een villetje. Volgende vraag. En dit is een vraag voor Julia. Oké.
Zeg eens amai wow in de camera, alsof je net K3 geworden bent. Oké, okay, Bart. Okay. Ja. En dus de tekst is amai wow. Amai. Wow. Amai wow. Wow. Ja, weten jullie nog jullie mimiek toen jullie in K3 belanden? Ja, en bij mij was het meer zoiets. Amai wow. Dat was meer zoiets. Bij mij was er nogal ingetogen zo. Jij deed een bijtje op mijn lip. Ja, je deed een bijtje op de lip. Was je wel moeilijk om te praten? Amai wow. Amai wow. Amai wow. Dat is echt wel zot, hè? Dan een vraag van Jos de Pros. Jos de Pros. Voor Harry, zes jij erbij. Voor mij dan, of wat? Ja, wat is voor jou een echte afknapper? Salami. Ik vind salami echt heel vies. Oei, en ik gooi juist mijn salami uit mijn broek. Oh my god! Yes! Dit is het moment dat je echt afknapt. Ja. Oh. En dan met zo'n kleine dikke. Oh ja! Overkomt het je vaak dat zo mannen hun salami uit hun broek? Nee, ik pak je ook meestal met salamis. Ja, ah, ja, ja, ja. Mijn salamis gaat op aan de markt. Doe een giveaway. Een giveaway. Ja, oké, okay, leuk. Superleuk. Ja, wat hebben jullie mee voor de giveaway? Ja, dat is... Wij hebben ons album Waterval. Ja, hij ligt nog in de auto, de echte, maar dit is de representatie. Ja. Belangrijk is ook dat jullie het gaan zien. Yeah. Superleuk. Wat moeten de mensen doen om kans te maken op dit gloednieuwe album van K3? Wat moeten ze reageren in de comments? Een onderwerp om een nudietje over te schrijven. Amai. En zo origineel mogelijk. Wow. Want jullie zijn fan van originaliteit. Ja. Dus willen jullie kans maken op dit ongelofelijke giveaway item? Reageer dan met het meest originele thema voor een nieuw lied. Want het meest originele thema wint ook deze giveaway. En jullie mogen dat commenten of in een DM sturen. Mag op Instagram. Ja. Dat is wel grappig. Neem een foto voor de Wall of Fame. 3, 2, 1. Een leuke vraag van Fernando en Armando. Oh. En die vraagt, zing oma's aan de top achterste voren. Kunnen jullie dat? Ja, dat kunnen we proberen, hè. Oma's aan de top, het feestje kan hier op, met oma's aan de top. Is het goed? Ja? Ja, denk vond ik het wel. Ja, vond het wel. Gemakkelijk. Ja. Spastje 123 vraagt, wie was de winnaar van de vorige giveaway? We gaan een keer kijken. Wow. Oh! Oh! Amai. Proficiat. Ja. Vinden jullie het een verdiende winnaar? Ja. Zeker. Ja, ja, terecht. Ja. Als jullie één ding tegen de winnaar zouden willen zeggen? Proficiat. Goed gedaan. Gefeliciteerd. Emiel Roes vraagt, stinkt Pieter Jan? Zeker. Wat vind jij? Ik vind van niet. Nee. Hij stinkt? Niet. Niet. Voilà. Vond je deze video fijn? Ik was blij om hier te zijn. Zij was blij om hier te zijn. Is onze liefde een waterval? Oh. Ja, maar ik zit liever op een skippiebal. Ja, maar zij zit liever op een skippiebal. En ga je op ons abonneren? Ja, maar dat zal ik nog wel moeten leren. Ja, maar dat moet ze wel nog eens moeten leren. Bedankt om te kijken naar Vrienden Worden Met Ongelooflijke K3. Als je dit nieuwe album van K3 wil winnen, gesigneerd, laat dan zeker weten wat het nieuwe thema van een K3-lied moet zijn. Bedankt om te kijken en dan zeg ik zoals ik altijd zeg, adios. Adios. Beschillerde roe.